15.252, wat het totaal maakt van 19.502 inwoners die in Lingewaard gestemd hebben. Nou, bij de klokken in Gent zien we dat de VVD 119 stemmen heeft gehaald, de SP 46, Lokaal Belang Lingewaard 242, daarmee nog het grootste aantal stemmen, CDA 90, GroenLinks 60, B06 50. Daar zien we dat LBL het hoogste aantal stemmen heeft gehaald met 57, de VVD 50, SP 8, CDA 30, GroenLinks 20. ...15.252, wat het totaal maakt van 19.502 inwoners die in Lingewaard gestemd hebben. Nou, bij de klokken in Gent zien we dat de VVD 119 stemmen heeft gehaald, de SP 46, Lokaal Belang Lingewaard 242, daarmee nog het grootste aantal stemmen, CDA 90, GroenLinks 60, B06 50. Daar zien we dat LBL het hoogste aantal stemmen heeft gehaald met 57, de VVD 50, SP 8, CDA 30, GroenLinks 20, B06. Dan het derde stempel. Dat is Gemeenschapshuis in Huissezand. Daar komt ie. Daar zien we 50, CDA 25, GroenLinks 38, B06 30. D66 16, dat GroenLinks met 112 de meeste stemmen heeft gehaald, de VVD 93, SP 79, Lokaal Belang Lingewaard en Hamerbeur 3. Dan komen we bij het mobiel stembureau. Dat is het CDA, staat op 18, de VVD op 4, de SP op 13, Lokaal Belang Lingewaard 10, GroenLinks 2, B06 3, Lingewaard nu 6, Lingewaard 115, CDA 68, B06 58, de VVD 113, de SP 88, Lokaal Belang Lingewaard 162, CDA 54, B06 84, Lingewaard nu 108. Daar zien we dat Lokaal Belang Lingewaard met 214 de meeste stemmen heeft gehaald, gevolgd door de VVD met 115, de SP heeft de 60, CDA 80. En dan zien we dat daar Lokaal Belang Lingewaard op de hoogste is gevolgd door de VVD met 67, de SP met 19, CDA 41, GroenLinks 42. B06 zegt dat de VVD, net zoals de vorige keer, nog steeds één zetel verliest en naar 5 gaat. De SP gaat van 4 naar 3. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.